Bij het Korps Douane Suriname zijn gisteren 33 douaneambtenaren in een naast hogere rang bevorderd. Het gaat om ambtenaren die van verificateur tot hoofdverificateur, van hoofdcommis tot adjunctverificateur en van commis 1 naar hoofdcommis zijn opgeklommen. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug geeft aan dat de groep lang op hun bevordering heeft moeten wachten en dat de bond er ook een hele poos mee bezig is geweest. De Vlug stelt het op prijs dat de financiën minister Goor heeft gegeven aan het verzoek van de bond. Als bond hebben we ook niet stilgezeten. Jullie zijn daarom allemaal hier vandaag. Het was eigenlijk de bedoeling dat bij de afgelopen bevorderingen was het de bedoeling dat we eigenlijk iedereen op één dag naar zo'n bevordering wilden gaan. Maar dit is het. We zijn blij. Ik zie hier zo drie groepen. Er zijn vier ambtenaren die straks worden bevorderd tot hoofdverificateur. En ik denk dat ze heel verdiend. Het is, ik wil eigenlijk niet uitweiden daarover. Het is een stukje dat de bond apart ook nog gaat bespreken met opleidingen. Directeur der Belastingen Marita Weinerman meent dat het een must is en de trend dat ordeningen hervorming een vereiste is. Volgens haar moet deze hervorming dan ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. U weet zelf dat de staatsfinanciën als motor dienen om al onze doelen te bereiken. We zullen dat ook binnen het beleid van onze staatsfinanciën die hervormingen moeten doorvoeren. Zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant. Toch, want het zijn twee kanten. De douanedienst is in dit kader een heel belangrijke dienst. En zoals ik bij eerder gelegenheden reeds heb aangegeven, helpt deze dienst mee te realiseren de bepaalde ontwikkelingsrichting van ons land. Het is ons alle bekend dat de douane heden ten dagen bij de uitvoering van haar taken geconfronteerd wordt met heel wat uitdagingen. Nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen vanuit buiten en ook het bedrijfsleven eist dat. Het is daarom ook een uitdaging deze dienst te transformeren tot een dynamische dienst. Weinerman onderstreept dat opleiding belangrijk is om de douaneorganisatie te laten groeien. De belastingsdirecteur geeft ook aan dat de bevorderingen ervoor zullen zorgen dat deze groep makkelijk met de nieuwe veranderingen mee kan. Verificateurs zijn degene die controle doen op de juistheid van documenten bij het afhandelen en afgiftes van containers en ladingen. En commis zijn manschappen die fysiek de controle doen in opdracht van de verificateur.